Ik weet nog goed een paar jaar terug hoe het was op de middelbare school. In de klas met mijn boeken in mijn tas, dat ik chillend in de les zat. En pas de dag voor een proef ik dan wel even in de stress zat. Maar altijd minimaal een 6 had, omdat ik spiekte bij een jongen die ik vroeger nog gepest had. Ik zal het nooit vergeten. Die ene lerares, ja ik weet nog hoe ze heette. Juffrouw Cockie was haar naam. Juffrouw Cockie, een mooie jonge dame met hele hippe kleren aan. Ze gaf me les in tekenen. Ze kon schetsen als de beste en ze kon ook heel goed rekenen. En uitgerekend was ik degene die er aansprak, omdat ik hield van de aanpak. Nee, het was niet overdreven, want iedere les hoopte ik weer dat ze mij een beurt zou geven. Juffrouw Cockie, 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 hey. Ik was het voor het eerst in het fietsenhok, maar blijven bij Cockie, daar kon niks tegenop en non-stop. Speelde ik met de gedachte, staat ze in de klas of meteen tot 3:30 wachten. Wat moest ik doen? Ik was een klein mannetje, maar ineens kreeg ik een fijn plannetje. Een week later zou ik toeslaan en vrijdagmiddag 8:00 naar de tekenles toegaan. Verf in haar haren, moest de klus verklaren en juffrouw Cockie schreeuwde om de rust te bewaren. Maar als ze zei, wie heeft dit gedaan? We dropen van de verfbeestkisten maar aan. En Cockie zei, Frans, je blijft maar tot aan dinsdag. Dankjewel, ik accepteer met een glimlach, want die wacht ik al zo lang. Yeah. En grinnik het liep ik de gang. Juffrouw Cockie, 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 hey. Ik vroeg, wil je dit vaker en dat wou ze. Na de les in het tussenuur en ook nog in de pauze. Zelfs al was ik dan het eerste uur vrij, dan kwam ik naar school en gaf ze Cockie aan mij. Maar ze gaf niet alleen aan mij les, maar ik was wel de enige die kikte op de bijles. Zoals ze zakte door de knieën, maakte Cockie korte metten met mijn wilde fantasieën. Zo ging het goed door het examen, alle toetsen gingen goed, ze was een mondelinge dame. Die periode was geslaagd. Ik had voldoende goede cijfers, maar een nummer niet gevraagd. Shit, ik wil graag dat ik terug was, weer van voren van beginnen, ja met Cockie in de brugklas. Echt, ik zweer, ik zou zo weer gaan. Waarom? Want ze deed de naam eer aan. Juffrouw Cockie, 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 Juffrouw Cockie.